Hallo en welkom bij deze Kliks video tutorial. Deze keer leg ik je kort uit hoe je verschillende foto's op elkaar kan stapelen in laagjes om zo een leuk effect te creëren. Je kan die techniek bijvoorbeeld gebruiken om een explosie van speelgoedjes te simuleren. In mijn geval ga ik uh, dezelfde eend meerdere keren in hetzelfde beeld zetten. Je ziet, ik heb hier mijn foto's al gemaakt. Dat is telkens uh, dezelfde achtergrond, de Kliks redactiesofa. En je ziet, ik heb daar een aantal keer een eend in beeld gezet. En door het beeld gezwierd. En we gaan daar uiteindelijk één beeldje van maken. Hoe doen we dat? Uh, je ziet dat ik daarvoor Photoshop Elements ga gebruiken. Dat hoeft niet. Hetzelfde kan je ook met pakweg Sumo Paint doen. Je hebt voornamelijk een programma nodig dat lagen ondersteunt. Want dat is eigenlijk het belangrijkste dat wij gaan gebruiken hier. Ik begin met al mijn beeldjes um, te openen. Deze bijvoorbeeld is mijn achtergrond, en dan gaan we daar elk ander beeldje over plaatsen. En dan krijg je hier, zie je al meteen, en krijg je laagjes. Je kan die telkens gewoon in het midden zetten, omdat je, zoals je ziet, de achtergrond hetzelfde is gebleven. Zo gaat dat um, voor elk van de verschillende lagen die ik gebruik. En wat we nu met die lagen gaan doen. Ik ga er hier eentje met een schaduw nemen. Zo. Voilà. Is hier met het selectiepenceel. En voor de eerste keer mag dat vrij grof zijn. Dus dat mag een groot selectiepenceel zijn. Zo. En ik ga in elk van die lagen. Um, het eentje en belangrijk zijn schaduw gewoon selecteren en dan druk je op delete en dan zie je met een beetje geluk zo dat hier mijn eentje is uitgeknipt en het ligt op de laag daaronder ik ga dat met elk van de verschillende oops, dat is de juiste laag, zo, met elk van die verschillende laagjes doen telkens ook met die schaduw daarbij delete en dan zie je ook al meteen waar de verschillende eentjes gaan overlappen. Ik ga dat met een hele hoop lagen doen en dan ben ik meteen terug. Zo, ik heb al mijn laagjes op elkaar gezet en ik heb al mijn eenden uitgeknipt. En wat ik nu kan doen is een beetje mijn compositie samenstellen. Je ziet, ik heb hier een aantal eentjes of een aantal delen van het beeld die, die een beetje overbevolkt zijn. Je hebt ook een aantal dingen die elkaar overlappen. En op die manier. Kan je zelf een beetje kijken welke in het beeld passen en welke niet? En eens je dat een beetje opgeknapt hebt, kom je op zoiets terecht. En je ziet, ik heb ook een aantal eenden verplaatst. En nu kan ik mijn beeld gaan afwerken. Bijvoorbeeld door al die schaduwen op de achtergrond te zetten zodat ze elkaar niet gaan overlappen. Ik begin met um, bijvoorbeeld deze schaduw. Ik ga die, dat, die laag zelf een beetje zachter zetten zodat ik zie wat ik doe. Ik ga hier ook... Ik denk dat het deze is. Ja, die gaat ook weg. En dan gaan we naar de achtergrond. En ik ga daar met een penseel... Een heel, een heel zacht penseel. Lage dekking. Iets groter. Zo. Zo iets ongeveer. En ik ga dat in lichtgrijs op de achtergrond zetten. En hopelijk... Zo. Ziet dat er dan een beetje als een schaduw uit? Je ziet hier nu een, een, heel, zachte, een heel zachte schaduw tevoorschijn komen en dat is uiteraard wat we willen. Zo. Dat ga je nu uiteraard met al die andere eenden ook moeten doen. Ik ga hier ook bijvoorbeeld een gele uh, reflectie moeten gebruiken voor die eentjes die op die leren bank zitten. Maar voor de verdere afwerking, bijvoorbeeld de, die. Welke, welke laag is dat? Dan is het deze. Ja. Ik ga ik ook nog de lichtingstellingen moeten aanpassen. Dat doe je met verbeteren. En dan staat hier ergens de belichting aanpassen. Dat moet niet perfect gaan zijn. Want ten eerste is dat redelijk moeilijk. Zoiets. Voilà. Zo. En ten tweede gaan we ook weer met dat selectiepenseel werken. En we gaan ook dat heel zachtjes zetten. En dan ga je zien. Eentje minder. Als ik hier met mijn penseeltje over ga. Eerst zorgen dat ik iedereen de hele eend bij heb. En omdat je voor de randen dat zachte penseel gebruikt, zijn die randen lichtjes transparant. Waardoor met een beetje geluk onze eend heel goed in de achtergrond gaat overvloeien. En dan zie je het grote verschil in uh, lichtinstellingen niet. We zullen nog eens op delete drukken. Zo. En zoals je ziet, is er bijna niks meer. Te zien van um, het grote verschil dat we daarnet nog hadden. Nu is het nog een kwestie van dat met elk van die andere eentjes te doen. En dan zullen we het eindresultaat zo meteen zien. Voilà. Hier zie je dat ik voor elk van die verschillende lagen die eentjes één een voor één heel zacht heb uitgeknipt. Je ziet ook de schaduwen op de achtergrond. Je ziet hier die gele reflecties, die niet altijd ideaal zijn. Als je het niet weet uh, hoe het gebeurd is, zou je bijna denken dat het uh, een momentopname is. En dat is uiteindelijk wat we proberen te doen. Zoals je ziet is het niet te moeilijk en met een beetje creativiteit kunnen je er heel leuke dingen mee doen. Ik wens je er alvast veel succes mee.